Ja, we zitten hier aan de oever van de IJssel bij oud-wethouder van Financiën van de gemeente Kampen, Martin Ecker. We hebben afgesproken dat we elkaar zullen tutoyeren. Maar Martin, je hebt ook een ziekte. En voordat we op andere zaken terechtkomen, hoe is het met je? Ja, op dit moment is het gelukkig stabiel. Ik heb een paar jaar geleden longfibrose gekregen. Dat is helaas een ongeneeslijke longziekte die de longcelletjes afbreken. Er is wel veel over bekend, maar ook weer heel veel niet. Maar het komt erop neer dus dat er geen vast ziektebeeld is. En dat bij iedere patiënt het verschillend kan verlopen. En uiteindelijk zal het leiden uiteindelijk dat je daar aan komt overlijden. Maar zoals het de afgelopen jaren gaat, heb ik in de winter heel veel achteruitgang in de herfst. De afgelopen 2 jaar in het voorjaar in deze tijd weer een stabiele periode. Dus ik hoop dat ik nu weer in de voorjaarsmodus zit, dat we weer een paar mooie maanden kunnen pakken met stabiel. De dokter is verbaasd hoe lang ik het op deze manier doe. Dus we genieten van elke dag. Maar het is helaas ongeneeslijk. Maar aan de andere kant zijn er wel genoeg medicaties om het, het leven aantrekkelijk te houden, laat ik het zo zeggen, voor mij goed te behappen is. Dat betekent dat je nog steeds onder controle, onder behandeling bent? Nou, behandeling is er niet. Ik heb een longfibrose remmer. Dat is het enige medicijn wat er is, die het afsterven van de celletjes tegen kan houden. En de enige wat de arts doet, is met scan en longfoto's de situatie van de longen monitoren. En die zit op dit moment op 10%. Dat is wel het minimum wat hij geeft. Aangeeft dat, dat je niet verder achteruit moet gaan. Want dan kom je wel in de kritieke fase. Ja. Maar over 2 maanden moet ik weer een keer bij de longarts verschijnen. Ja. Je kunt nog heel wat leuke dingen doen, Martin. Ja, ik doe zoveel mogelijk leuke dingen. Voor zowel het lichaam het aankan. Fysiek kun je dus heel weinig. Omdat je dus gewonnen bent aan zuurstof. Maar we hebben een mobiel zuurstofapparaat. We hebben veel mobiliteit. En we houden nog met het gezin van dingetjes. Met het gezin en de kinderen klein dingetjes van dingetjes doen. Die nog kunnen. We zien elkaar veel. Met z'n tweetjes gaan we er ook nog vaak op uit. Voor wat mogelijk is. Dus ja, we genieten nog gelukkig elke dag. Dus we doen nog veel. Okay, ja, want ik zag dat je het huis ook wat aangepast hebt. Hè? Je hebt al een lift zo. Ja, we hebben, omdat we dus 2 verdiepingen hebben. We gaan rond een eerste. En beneden slapen, boven wonen aan de prachtige IJssel. Is de trap te zwaar geworden. En hebben we dus een lift laten maken aan het balkon. Om de trap te kunnen mijden. Ja. Goed. Martin, toch even naar de actualiteit. Wat dacht u onlangs toen u hoorde dat de gemeente van plan was om de stadskazerne te kopen? Wat was uw eerste reactie? Mijn eerste reactie was, gelukkig worden de mensen wakker daar op het stadhuis. Dus ik werd ook een dag eerder geïnformeerd, heel netjes door de wethouder, dat dit speelde. En ik zei, ik hoop dat je meer succes hebt dan ik. Dat je ze nu wel kunt overtuigen. Want dit gebouw hoort gewoon bij de gemeente Kampen. Dus ik was toch wel enthousiast dat ik hoorde dat het alsnog doorging. Oké, okay, want ik kan me nog heel goed herinneren. Zoals je weet liep ik daar rond als politiek slaggever. Dat was in 2016. Er was een gemeenteraadsvergadering en er werden heel veel vragen op je afgevuurd. En ik zag jou noteren de vragen. Ik denk, nou, ben benieuwd wat voor antwoorden er allemaal komen. En opeens hield u de heer aan zichzelf. Ja, ik had dus in die periode daarvoor behoorlijk wat succesvolle projectjes gehad. En ik dacht van, nou, dit wordt het meest succesvolle. En toen ik gewoon al die negatieve geluiden hoorde, dacht ik van, ja, ik heb hier geen zin meer in. Ik was er in één keer klaar mee. Ik heb daarvoor in die 7 jaar, nogmaals met heel veel plezier, heel veel enthousiasme, kijk ik nog steeds heel mooi op terug, gewerkt, maar dat was dus de druppel dat ik dacht van,
ik heb hier geen zin meer in. Zeg maar, ik vond dit zo'n gemiste kans en het was zo'n grote vragenvuur op een onderwerp waarvan ik dacht van, nee, dit, hier ga ik niet, hier heb ik geen zin meer in, dit ga ik niet beantwoorden. Ook al had ik ze beantwoord, dan had het feest toch niet doorgegaan, want ik had gezien de vragen en de toonzetting vooral, het never en nooit kunnen winnen. Dus vandaar, ik dacht van, jongens, bekijk het maar. Ik heb mooie tijd gehad, maar ik heb het voor plezier gedaan. Met alle inzet en goede bedoelingen. Toen dacht ik van, ja, ik mis eigenlijk ook wel weer mijn oude vak. Gewoon echt het bouwmanagementwereld in. Want er was er maar één voorstander, hè, D66. Ook uw eigen partij, de VVD, was tegen. Ja, de VVD was tegen. Omdat hij dus in principe, eigenlijk wat de rest van de raad ook vond, dat net een koud of een warm besluit lag eigenlijk om als gemeente geen vastgoedhandelaar meer te zijn en vastgoed af te stoten. Zelfs bureaus zijn ingeschakeld om het gemeentelijke vastgoed wat we hadden af te stoten. Er stond dat natuurlijk wel haaks op dat raadsbesluit. Aan de andere kant moet je dan ook als raad per casus volgens mij bekijken of het economisch en voor de stad wel prioriteiten zou kunnen hebben om af te wijken van een zomaar gemeentelijk vastgoed. Gemeentelijk vastgoed kan ook zijn waar heel veel mensen particulier of wonen, wat van oudsher nooit naar woningcoöperaties is overgegaan. Dus ik dacht van, de raad kan wel over het schaduw heen stappen om zo'n belangrijk complex als de Veneuts met een gigantisch huurvoordeel, met gebruik van gemeentelijke instellingen, toch te gaan aankopen. Nou, dat benul en dat besef was er niet. Ik dacht, ja, dat niveau, dat kan ik heel slecht behandelen. Dus toen heb ik inderdaad de keuze gemaakt. Ja, want ik keek ervan op. Ik denk, wat zou ik nou beleven? Ik mag je vragen en hij stapt zo op. Martin, mag ik zeggen dat je voor de gemeente Kampen 3 miljoen euro verdiend hebt? Verdiend? Nou ja, het is nu 3 miljoen euro duurder dat die verkocht is. Ja. En ook nog niet de hele stad, ze zijn ook nog een gedeelte. Nou ja, zeg maar, je had destijds op een veel aannemelijke manier met miljoenen minder, lager, het pand kunnen kopen. Dat had ook geresulteerd in een overbruggingsperiode van nu met lager huur. Dus ja, het schiet ruim de 4 miljoen over de 4 miljoen heen. Plus dat je nog niet weet welke andere problemen nog tevoorschijn komen met ERCO, onderhouds lange termijn, alle problemen bij monumenten natuurlijk. Ja, maar dan is de gemeente toch veel duurder uit nu dan in 2016? Ja, ze zijn veel duurder uit dan 2016, maar altijd nog een kleine plus op de huurpenningen ten opzichte van de te dure aankoop, of te dure, de duurdere aankoop van de Veneuts. Dus gesaldeerd blijft het een voordeeltje voor de gemeente. Alleen de grote winstpakker hebben ze laten liggen. Ja. En die is naar Verpijkeren gegaan? Ik denk dat die deels naar Verpijkeren gegaan is. Ik denk dat die deels naar de koper van Verpijkeren gegaan is. En misschien nog wat banken, andere derden die erbij betrokken zijn. Ik heb wel mijn banknummer opgegeven. Heb helaas nooit iets mogen ontvangen. Nou, wie weet komt dat nog, Martin. Want ik kan me nog herinneren dat er ook nog een heel kort nog even voor jou een onderzoek geweest is naar jouw handelen in deze. En daar bent u toch heel goed uitgekomen, dacht ik. Ja, zeg maar, daar was ik ook niet bang voor. En ik had ook never en nooit natuurlijk mijn positie als wethouder om dit soort redenen in de waagschaal willen liggen. Van, je staat in de belangstelling, je ligt onder vergrootglas. Dus je hebt ook iets beloofd naar de gemeenschap hoe je als wethouder handelt. Dus dat, nee, daar ben ik zelf altijd heel duidelijk en principieel in geweest. En het onderzoek was natuurlijk ingesteld voor een soort integriteitsonderzoek om te onderzoeken of er geen fraudeleuze handelingen waren verricht. Nou moet ik zeggen, dat rapport, wat is dus gemaakt door bureau Bing, had ik ook wel mijn haren een beetje rechtop staan van ergernis dat ik zo'n onderzoek kreeg. Dus ik moet zeggen van, ik heb die mensen toen ook, zeg maar, niet geantwoord
Des Martins Eggers. Dus ik was heel afstandelijk. En heb eigenlijk een beetje de hele interview de spot met ze gedreven. En dat is met insinuaties in het rapport als een boemerang bij me teruggekomen. Maar dat zierde me dan, of dat interesseerde me toen niet meer. Maar ik had zoiets van, toen de meneer vragen van zichzelf, bent u er beter van geworden? Toen zei ik, ja, want ik ben nu bezig met een huis in Spanje. En u bent erg solistisch bezig geweest. Ik zei, ja, ik heb meer macht dan de raad. En ook, ik ben de eerste wethouder in Kampen die solistisch kan optreden en bevoegd ben om alles te doen. Toen was die man het al heel snel zat. En toen werd het een heel vervelend interview. En dat is toch in het rapport wel naar voren gekomen. Dat het bol stond van situaties. Dus dat heeft ook niet meegewerkt. Beoordeling van de raad van het Bing-rapport. Maar ik dacht van, ja, het boeit mij allemaal niet meer zoveel. Volg je de politiek nog een beetje, Martin? Ja, per dag. Meen je dat? En dan kijk je ook naar de raadsvergadering hier in Kamp? Nou, de onderwerpen die me interesseren. Maar ja, er zijn nog steeds natuurlijk dingen die je verbazen. En dat vind ik wel interessant om dat te volgen. En alles wat er natuurlijk op het gebied van ontwikkelingen en bouwen plaatsvindt in Kampen. Ja, belangrijke onderwerpen, die volg ik wel. Zit er nog verschil in de raad toen de tijd en de burgemeester en nu? Ja, kijk, je hebt elke periode natuurlijk een heel andere samenstelling van mensen die de raad vertegenwoordigen. Het type acteren van een burgervader, die is gelukkig altijd verschillend en op eigen wijze. Niemand kopieert elkaar gelukkig. En ik denk dat bij elkaar de afgelopen jaren qua samenstelling Kampen niet mag mopperen. Als ik vooral vergelijk in andere gemeentes wat er gedoe, hebben we toch over het algemeen hier wel een positieve grondhouding om goed netjes te blijven communiceren met elkaar. En de landelijke politiek volg je ook nog? De landelijke volg ik ook nog. U hebt de laatste naam gehoord wie eventueel minister-president wordt? Ja, ik heb hem gehoord. Het is, hij stond hier niet in het lijstje van zes. Maar ja, zoals gezegd, is de man heeft veel ervaring op bestuurlijk en juridisch gebied en weet van alle ins en outs. Ja, we zullen het zien. Ik persoonlijk herken ik hem niet in, zeg maar, in de zin dat ik een oordeel kan geven over hoe hij heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan. In de media, ja, heeft hij een hele mooie staat van dienst. Martin, ik wil eigenlijk een eind aan die gesprek maken, ook vanwege jouw gezondheid eigenlijk. Tenzij je nog wat kwijt wil. Nee, ik... Wat ik kwijt wil is dat, terug wil kijken nogmaals op het zoete en niet op het zure. En 6 prachtige jaren heb gehad in het gemeentehuis. En nog steeds elke dag daar waardering voor krijg. Dus zowel ambtelijk als medebestuurders die nog dagelijks, wekelijks mij hard onder de riem steken. Nou, dat is een hele mooie samenvatting zo aan het eind van dit gesprek. Ik wens je samen met je vrouw, je kinderen en alle die je lief zijn nog een hele goede tijd toe. En wie weet spreken we elkaar nog een keer, maar geniet ervan. Oké, dankjewel.